als vrouwen venijnig worden, vrienden, dan wordt het ook erg smerig ook, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Daar kunnen wij mannen helemaal niks van. Dan gaan er inderdaad, dan komen die nagels er zo ver uit en dan tak en dan gaan ze, hè? Ja, het is vreselijk, vreselijk. Heb je dit een beetje gevolgd? Tussen die Linda de Mol en die Angela de Jong. Zeg maar, die Linda, toen, die kwam toen in de problemen. He, met haar Jeroentje, weet je nog, die pioneur. Ja. Nou, en goed, en daar heeft toen de Angela, heeft daar dus stukjes over geschreven. Ja, en die waren niet zo leuk natuurlijk. Over de Linda, van, ja, Linda die wist wel meer en Linda heeft een beetje de mond gehouden en Linda neemt het niet op voor de slachtoffers en enzovoort, enzovoort. En toen kwam uiteindelijk, na een aantal maanden, kwam die Linda, die was dat dus helemaal niet vergeten. Nee, ja, check, check, die. En de Linda, die zei dus van, oh, die Angela, die jongen, die is sneu. En die is vals, en noem het allemaal maar op. Dus tjik, vanaf dat moment, vrienden, was het dus oorlog tussen de Linda en de Angela. En de Linda, die heeft dit dus nooit vergeven en vergeten. Nee. Dus die komt nu met een nieuwe tv-serie. Five Live of zoiets, maar een beetje flauwe comedy, noem het allemaal maar op. En wat gebeurt daar? Daar komt een scène in voor, een lookalike van de Angela. En die krijgt in een of andere setting van een talkshow een lamp op de kop en is dan zogenaamd dood. Nou. Dat is natuurlijk helemaal daarnaast. Dat is een verkeerde scène van heb ik jou daar. Gevolgd de Angela, hup, die klimt weer in haar laptopje en die tikt weer een vervelend stuk over de Linda. Ja, en die brandt er helemaal af. Nou, en zover zijn we nu in de, ja, dit verschrikkelijke gevecht. Maar nu valt iedereen natuurlijk over de Linda heen. Want de Linda had dit, die scène natuurlijk nooit moeten doen. Maar vrienden, zo zie ik dat niet. Hier zie je weer een voorbeeld van hoe vervelend en slecht en een baggerbedrijf de Talpa is. Ja, en met een vervelende directie. Want neem maar van mij aan dat heel veel mensen die aflevering van Five Live hebben gezien. En dan is er niet eentje met verstand daar, hè? Die dan tijdens zo'n viewing sessie dan zegt van, nou, dat lijkt me geen goed idee. Nee, die scène met over die Angela, die moet er maar uit. Nee, dat gaat jou geen goed doen, de Linda. Daarmee maak jij kijkers boos. De kijkers, die willen die gemene kant van jou niet kennen. Die hebben, nee, dat is helemaal daarnaast. Dat gaan we niet doen. Nee, hey, maar die is dus niet opgestaan bij Talpa. Niemand bij Talpa die heeft gezegd van, oh nee, die scène gaat eruit. Nee hoor, lekker laten staan. Sterker nog, ik denk dat ze daar met z'n allen, oh wat leuk, dat hebben ze gedaan bij Talpa. Oh, wat vinden ze dit leuk. En niemand durft waarschijnlijk iets te zeggen tegen de Linda ook nog eens een keer. En ja, en gevolg, dan krijg je dit soort ellende van. Ja, en dat komt allemaal door Talpa. Arme Linda.